De wedstrijd tussen Sporting Lokeren en de KVO eindigde op 6-1. Er waren 8.732 toeschouwers. Meneer Van der Wist, oké, het was een einde seizoenswedstrijd voor Oostende, maar 6-1, dat komt toch wel vrij hard aan? Goh, ik moet zeggen, als je naar Lokeren komt en als club of als ploeg heb je de laatste 2 weken bij ons meegemaakt. Ook een paar jongens die alles van dichtbij gevolgd hebben. Omtrent Gregory Mertens. Plus de zaken die bij ons ook niet altijd 100% verlopen zijn de laatste 2 weken. Dan kom je in een einde seizoenwedstrijd en dan weet je dat je tegen een scherp loker die maar 2 zaken wou doen vandaag. Is Gregory op een gepaste manier heren en dan ook absoluut die finale van de playoffs 2 halen. Dan weet je dat je zo'n avond kunt hebben. En dat was zo de eerste helft. We waren totaal niet aanwezig. Loker was heel gretig, wij waren nergens. Buiten de eerste 5 minuten hebben we niets gebracht. En dan is het zaak van geen pandoering te krijgen van dubbele cijfers. Want ik denk als we de tweede helft hadden aangevallen zoals de eerste helft, dan we met dubbele cijfers naar huis gaan. Dat was niet de bedoeling. Ik moet zeggen, de tweede helft heeft Lokeren tempo laten zakken. Waarvoor dat ik Peter dankbaar ben. En hebben wij iets meer trachten te brengen omdat we iets beter stonden. Maar het was allemaal veel te weinig. Het was duidelijk de wedstrijd te veel voor ons vandaag. Voor u was het ook de laatste wedstrijd als coach van Oostende. Ook dat is toch wel iets wat aan een mens vreet, kan ik me voorstellen. Goh, de uitslag op zich niet zo erg. Het is vooral dat er de laatste 2-3 weken allemaal gezegd en geschreven geweest is die een beetje mentaal zwaar wegen op de staf, op mij, ook op spelers. Want ik heb toch spelers van een bepaald niveau, of die nooit gedacht hadden dat ze dit niveau gingen aankunnen of toch 2 jaar aan elkaar op dit niveau kunnen presteren. En je ziet dat... Ja, omdat voor sommigen het bobijntje af is, dat ze op de toppen van hun tenen spelen. En je kunt de rekker trekken tot een zeker moment, maar op een zeker moment springt de rekker voor bepaalde jongens. En ik hoop dat ze nu de juiste analyse maken. En ja, het eindigt vandaag, alleen morgen, want morgen hebben we nog een etentje. Morgen eindigt het en dan zien we wel wat de toekomst brengt. Hebt u al concrete voorstellen, plannen? Oh ja, gisteren heeft Dingen nog gebeld. Marijn de Valk heeft zijn kampioenen gebeld. Zandvoorde heeft gebeld. Nee, op dit moment heb ik nog niets. Okay. Dank u wel. Succes nog verder. Peter, vorige week waren we verlamd door de emoties. Ik had de indruk dat we nu kracht vonden in de emoties. Ja, je voelde het toch al in de groep na de begrafenis donderdag. De emoties toch wel op een gegeven moment... moesten gebruikt worden in positieve zin en eigenlijk een laatste eer betoon moesten brengen in de volgende wedstrijd winnen voor Greg. Ik denk dat je vandaag enorm veel gretigheid zag en dan moet je ook snel kunnen scoren en dan wordt alles natuurlijk een stukje gemakkelijker. Chapeau voor de groep die toch vandaag weer al laten zien heeft wat een eenheid deze groep heeft. Waar we eigenlijk de basis waar wij eigenlijk altijd onze prestaties hebben op neergezet in moeilijke omstandigheden. En dat was vandaag niet anders. En chapeau. In de eerste helft was je heel tevreden met het spel, dat merkte ik. Hè. Je deed regelmatig teken met de duim en dergelijke. In de tweede helft was je niet altijd zo tevreden. Nee, zoals mijn collega zegt, lieten we het tempo wat zakken. Zij stonden iets lager, er was iets minder ruimte in de rug. Dan moet je vooral die balcirculatie hoog houden en de gepaste tijden diep spelen. En dat was allemaal iets minder, maar ook misschien wel logisch met een 5-0 voorsprong. Maar we hebben nog wel wat kansen gehad. Waar eigenlijk in het verleden ons probleem lag, in scorend vermogen... We hebben vandaag weer enorm veel kansen afgedwongen. Ja, gingen ze vandaag wel eens iets gemakkelijker binnen. Heel, heel mooie doelpunten. Nu spelen we die finale. Denk ik wat onze betrachting was. Dan brengen we nog 2 weken een vervolg aan een seizoen die toch wel in verschillende omstandigheden anders was. Dat wordt dus tegen KV Mechelen, die... op zijn minst gezegd, niet onaardig bezig zijn. Een dubbeltje op zijn kant. Beide partijen hebben mogelijkheden. Ja, een mooie wedstrijd, denk ik. Het zijn altijd wedstrijden op het scherp van de snede. Dus deze week gaan we, denk ik, goed focussen. Gaan we goed voorbereiden. Dat we onze doelstelling
die we vooraf bepaald hebben in play-off 2, proberen nog Europees voetbal te halen. Hoe was de sfeer in de kleedkamer na deze overwinning? Niet zo uitgelaten misschien dan anders? Jawel, opgelucht. Iedereen had er een goed gevoel bij. En ik had ze, de jongens daar ook op meegegeven van doe die wedstrijd, gebruik die in eerste plaats voor Greg, maar ook voor jezelf. Niemand gaat graag in vakantie met datgene wat er met deze groep is gebeurd en dan nog met de nederlaag erbovenop. Dus in dat opzicht hebben ze het fantastisch gedaan. Mag ik ook zeggen dat onze 12e man indrukwekkend was? Ja, de verbondenheid is enorm. En de eenheid die ik voel in die spelersgroep, die voelen we ook met onze supporters. En dat gaat altijd gepaard. En datgene wat je op het veld brengt naar eenheid toe, daar ga je op een gegeven moment uitstralen. En dan gaan de supporters die gaan op dezelfde manier reageren. En ook van hun entwege, fantastisch hoe dat ze meegeleefd hebben met de spelersgroep, met de familie, met de situatie. En ook in die zin heel veel nederigheid en chapeau naar al de mensen die hebben meegeleefd in onze club. Dankjewel. Misschien zijn er nog vragen van de mensen hier in de zaal.